Thank you.
Thank you.
Ja, dat weet ik ook wel. En dan gaan we zo meteen ook drinken samen. Hoop niet. Dick,
Het laatste boek wat je hoort hebt, ik zag jou kijken van wat kan ik helemaal niet. Ik heb dat bedacht. Ik dacht, je hoort ook 85, hè? Hoor ik. Nou, dan is het zo dat ik dacht van, Nick, je hebt zoveel gedaan voor de dansschool. Je grote vriend, Mosmans, is er helaas niet. Dan heb ik wel gevraagd. Want het was wel jouw medewerker, jouw baas eigenlijk, hè? Oh, maar wou niet komen? Ja. Oké. Okay. Nou, maar in ieder geval, het gaat over het boek. Het heet De Dick Siletmars. Jij hebt nu een eigen mars. Op een 105. Ja, maar dat had ik al door. En ik dacht van, nee, dat kan niet, geen beetje lijbouwies. Het boek Dick Siletmars is ook door een Rotterdammer gemaakt. En dat is Arie Becker. Die heeft, dankzij Arie Becker, heb ik dat boek laten maken. En ik ben er daar heel erg dankbaar voor. Bij deze, Ben. Arie Becker, dat is een man met een petje hier. Die is, hij wil weer niet in die petje staan. Arie, kom eens naar voren. Alsjeblieft. Dat is ook een auteur die al jarenlang eigenlijk notaties maakt voor de orgels en de dansorgels. Ik heb Arie gevraagd van Arie, joh, maak dat boek alsjeblieft voor ik. Nou, binnen 14 dagen had ik hem. Ik heb hem ook al opgenomen op een cd. Nou, Arie heeft het wel. Maar ik heb ook een cd voor jou. Die ga ik jou zo meteen aanbieden. En dat heet Extra Speciaal Dixlet 85 jaar. Met je boekie boekies, met je leuke swingboeken en een paar muzette walsjes. En ook boeken die eigenlijk haast niemand kent. Die ook op de dansvloer staan natuurlijk. Die ga ik jou zo meteen persoonlijk aanbieden. En ik hoop dat je het toch waardeert wat ik gedaan heb. Nou, hartstikke bedankt allemaal. Ik sta niet graag in de belangstelling, maar het overvalt. Dat was ik bedoeld. Ja, of had ik niet gekomen. Ja, ik heb met je dochter Jacqueline en zo heb ik het allemaal bekokstoofd. En met de Dave. Ik ga ze wantrouwen. Ja, en met Dave natuurlijk. En Dave. Ik heb gezegd van joh, 7 november mag. Ik weet dat je pas eind november jarig bent. Maar ja, 5 december is al Sinterklaas en ja, ik krijg al die pepernoten te doen en zo. Hè. Maar in ieder geval, nou, ik heb dik belezen, vereerd, dankzij Arie Becker. Maar ook dankzij de muziekers. Want dat hebben hier ook wel een applaus. We gaan verder, want er komen wel meer. Jullie kunnen gaan zitten, ja. Ja, jij ook dik. En ik ga jou zo meteen een cd'tje aanbieden, ja. Zet het door, maar dan. Arjan, en ik kom zo meteen bij je terug, want ik ben al lang niet klaar. Thank you.
Iedereen zal denken, zo mooi, wat een aardig woord. Iedereen zal denken, kom maar, dan komt hij weer. De mond heeft gespeeld. Oh. Ja, en de sponsor is wel wat blij natuurlijk. Ik zou zeggen, ik heb weer een verrassing voor iemand die altijd haar mannetje heeft bijgestaan. Ja, en wie zou dat nou zijn, hè? En Mia, en heel goed. En Iba, zou je alsjeblieft naar voren komen? Je zou wel denken van, wat is die nou weer? Nou, ik heb maandenlang, net als bij Diek, heb ik met een plan rondgelopen van over Eker eigenlijk, hè? Frans van jou. Een dikhult noteur vind ik zelf. Er zijn mensen die hebben zijn boeken weggedaan, daar praten we niet meer over. Maar er zijn mensen, zoals op de Monty, die hebben zijn boeken nog. Toen dacht ik, en ik heb jou toen dus aan de telefoon gehad, jij zei maar in Frans, want jij praat ook altijd over Leids Frans, is 15 jaar overleden. Zo, de ene, ja, de ene wordt 85, hè, en de andere die is helaas al 15 jaar overleden. Toen dacht ik van nou, ik ben hier top, ik ga een cd maken met enkel Frans boeken. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb hem ook genoemd Ode aan Frans 1948-2006. Die ga ik jou ook aanbieden straks. Dus daarom heb ik jou een beetje hierheen gehaald. En dat is Piet Reutman, dus dat is wel leuk. Maar met deze wilde ik jou een Frans zeggen. Omdat jij ook verdient wat Frans heeft verdiend. Wat heb jij even? Als het niet gaat, zien we het. Nou, voordat we, iedereen bedankt. En ik ga toch maar gelijk verder. Emmy, ik ga zo meteen jou de cd aanbieden. Trouwens, iedereen, mijn beste vrienden, mijn beste vrienden niet, maar de mensen die ik ken en waar ik zeker van wist dat ze hier elke maand weer zijn, bied ik een cd aan. Dus iedereen krijgt van mij een cd ter ere van Dixlet 85 jaar. En ja, helaas moet ik zeggen, Frans Bouw, 15 jaar helaas overleden, niet meer op hier. Dat was het. Nu! Kijk, staan we weer klaar. Zou ik zeggen, als je de trekker hebt, mag je nemen. Maar ik ga niet zwemmen.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
maar dan krijg je het schommel. Kijk, ik ben normaal, ja. Ja, dat is goed. Well, it's...